Marvin Peersman, een bekerwedstrijd tegen AZ. Hoe leeft dat als Belg bij jou? Ja, AZ is wel een grote club in Nederland en voor mij is het een heel mooie wedstrijd. Ja, en zien jullie ook kansen om door te bekeren? Ja, ik vind dat elke wedstrijd moet gespeeld worden en ik denk dat we wel kans maken. Ja, want jullie zijn ontiegelijk in vorm, getuigen ook weer de overwinning bij Almere. Wedstrijd waarin jij met rood van het veld gaat. Dus ik denk dat jij wel een minder gevoel aan die overwinning overhoudt als de rest. Ja, dat wel, maar we hebben gewonnen, dus dat is het belangrijkste. Ja, het was je eerste rode kaart hier op de Nederlandse velden. Hoe heb je dat ervaren? Ja, niet leuk. Het was niet leuk, maar hoort erbij. Ja, hoe leven jullie richting dit bekerduel, hoe leven jullie er naartoe? Ja, zoals elke wedstrijd. Ik vind elke wedstrijd moet gewonnen worden en we gaan proberen deze ook te winnen. Ja, zijn jullie op voorhand terecht de underdog? Ja, ik denk dat als tweede klasse ploegen meestal altijd underdog zijn, maar we zullen wel zien. Ja, wat is jouw indruk van de tegenstander, van AZ? Ja, zo'n grote club vond ik toch. En op het moment spelen ze niet zo goed, dus wie weet maken we wel een kans. Jij bent nu een halfjaartje hier bij FC Dordrecht. Heb je daar een zin? Ja, heel erg. Het is een mooie club, fijne mensen, goede team, goede teamgenoten, dus ik ben heel blij. Ja, het verhaal is prachtig hoe je bij deze club terecht bent gekomen, via Johan Boskamp. Heb je nog wel eens contact met hem ook? Ja, af en toe, maar niet zoveel. Hij is ook heel druk bezig. Dus. Ja. Hoe zie je verder deze stap bij FC Dordrecht? Toch weer een stap terug om straks misschien toch weer op het niveau te geraken waar je altijd van had verwacht om daar terecht te komen? Ja, gewoon zoveel mogelijk wedstrijden spelen en zoveel minuten te maken en de rest komt wel vanzelf. Ja, het gaat dus goed bij FC Dordrecht. Heb je toch moeten wennen aan de Nederlandse speelstijl? Ja, toch een beetje. Maar ik denk dat ik me nu al heb aangepast. Ja, wat is er zo anders dan hoe het in België gaat? Ja, je wordt meer gevoetbald en zoals wij spelen, 1-op-1, in België gebeurt het niet. Dus ja, dat was wel aanpassen. Zien jullie de wedstrijd tegen AZ ook eigenlijk als een test om te kijken waar jullie nou echt staan? Ik bedoel, jullie doen mee in de top van de eerste divisie. De kans is zomaar aanwezig dat jullie zouden kunnen promoveren. Is dit misschien een echte graadmeter om te kijken waar jullie echt staan? Ja, ik denk het wel. Zo kunnen we meten of een paar talenten in onze groep die stap al kunnen maken naar de eredivisie. Dus het is wel een mooie wedstrijd. Ja, winnen jullie binnen 90 minuten, na 120 minuten of na strafschoppen? Ja, als we maar winnen, maakt niet uit.